Dat, oh, hij filmt nu. Hij filmt. Hi! Nice. Welkom in de vlog van Anne. Welkom in de nieuwe week. Welkom, ja, dat klopt, ja. Welkom in de nieuwe week. Ja. Wij zijn nu onderweg naar de Pathé, de Kuip. Yes. We gaan The Greatest Showman kijken. Ik heb er zoveel zin in. Ik wil deze film zo lang zien. Hij is eindelijk uit. Dus we gaan er naartoe. Die zijn echt fenomenaal. Ja. Ja, dus we gaan kijken of dat het de recensies waar maakt. En dan gaan we kijken of dat we ook weer aanbevelen. En daarna gaan we naar Shabu Shabu. Doe je vloggen. We zijn bij IKEA. Zit je mij eens lekker op te vloggen? Ja, allebei. Oma ook. Met mijn interessante verhaal. Ja. Oma zit even niet op het toilet. Nee. Hi. Mama en ik zijn Emma's kamer aan het opknappen. Want ze heeft net nieuwe planken gekregen en zo. Dus ze kan nu al haar spulletjes leuk kwijt. Dus we zijn het allemaal eventjes aan het fixen voor haar. En het is dus een verrassing voor als ze thuis komt vanavond. Want ik zal je even een toertje geven. It's yes, I smelled that. It smells. Oh. Yeah. Okay. Voor alle fans van Doctor Who die naar mijn vlog kijken, waarschijnlijk niemand, maar dat maakt niet uit. Fish sticks en vanillevlauw. Gewoon die delicious ding. Oh, is not bad. Ja, je hebt hem. Yes, Joan. Ja. Ik wil hem al geven, maar ik dan. Can I eat from your veneer, Laura? I'm scared. Oh wow. I know. That's pretty good. I know. Het is wel best wel lekker. Oh. Wilt u het ook nog proberen? Nee, dank u. Oké. Okay. Ik ga liever wel dood. Maar best lekker. Zo irritant. Wil jullie hem heel graag brengen en shit? Hoi. Hoi. Hey. Het is vandaag vrijdag. Ik zit nog steeds met mijn rug. Het is heel erg frustrerend, want ik kan echt bijna niks doen. Ik heb de hele ochtend gelegen, dus het is nu heel erg stijf. Dus ik moet even staan. En ik heb nog niet middag gegeten, dus ik dacht ik ga pannenkoeken bakken. Het is 300 gram bloem. 500 ml melk, 2 eieren en een snufje zout. Dat allemaal bij elkaar in de kom flikkeren. En dan pannenkoeken van bakken. En dan ga ik lekker eten. Nou, het is vandaag alweer woensdag. Ik ben nog steeds thuis voor mijn rug. Ik ben maandag naar de dokter geweest. Ze heeft daar een beetje in mijn rug geprikt. Een beetje gekeken hoe of wat. En ze heeft geconstateerd dat het een beknelling is van mijn zenuwen. En omdat ik al een week aan de paracetamol en diclofenac heb gezeten, heeft ze me nu een zwaardere pijnstilling gegeven. Een morfine gebaseerde pijnstilling. Het heet Tramadol. Het is best heftig. Ik word er heel erg moe van. Maar ik weet dus niet zo goed of dat het een medicatie is. Of dat het komt omdat ik gewoon zoveel pijn heb. Met de tramadol heb ik niet zo heel veel pijn. Ik voel nog wel dat het is. Maar ik kan er mee omgaan. Ik kan er mee dealen. Gisteren was het voor het eerst dat ik de hele dag tramadol heb gebruikt. En ik was halverwege de middag. En toen werd ik echt heel erg misselijk. En ik had het gevoel alsof
de zwaartekracht me een soort van in de grond wilde slokken. Zo zwaar voelde ik me. En dat was best wel eng. Ik hoop dat dat gewoon één keer was en klaar. Ik sta nu, want ik heb al de hele ochtend gelegen. Tenminste, de hele ochtend. Het is nu 10 uur. Dus ik heb al best wel lang gelegen, dus ik moet nu even lopen. Ik ga niet lopen, want dan gaat het helemaal wankelen. Dus ik sta nu even. Maar ja, dus dat is de situatie nu. Het is echt heel erg naar. Het is echt heel vervelend. Want ik heb gewoon wel, zeg maar, op het moment dat het Ramadan is uitgewerkt, heb ik gewoon echt pijn. Gewoon echt pijn. Dus ik neem zoveel mogelijk rust. Dingen die ik echt moet doen, die doe ik natuurlijk gewoon. Maar zoveel mogelijk rust en toch nog wel blijven wegen. Dus weten jullie dat ook weer. Een overgewaaide overkapping! Oh. Dat ging niet helemaal zoals gepland, denk ik. Code oranje. Ja, best wel. Bij ons moet... Wow, ik moest op een kinderschool fietsen. Bij ons moet er ook een plaats van de overkapping vanaf. Kijk. Daar mist er één.